Dankeschön, Herr de Mesmaeker, Sie haben eine Minute. Commissaris, collega's, toen het debat over glyfosaat 3 jaar geleden losbarstte, heb ik keer op keer gehamerd over het belang van meer transparantie, het belang van onafhankelijk onderzoek. En dit is ook de hoofdconclusie van de bijzondere commissie in zaken pesticiden en mijn delegatie steunt die conclusies voluit. De goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen moet gebeuren op basis van en met respect voor onafhankelijk, objectieve wetenschap en volgens een transparante, objectieve en performante procedure. We hebben inderdaad een van de meest strikte systemen in de wereld. Maar verbeteringen zijn mogelijk en verbeteringen zijn nodig, net om het vertrouwen van de burger in evidence-based beleid te garanderen en om de bescherming van volksgezondheid en van het milieu te verzekeren. Twee kritische bedenkingen om af te sluiten. De hamvraag of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, kan enkel worden beantwoord door bijkomend onderzoek, niet door een politieke commissie. En tenslotte hoop ik dat dit verslag een breder debat kan aanzwengelen over een meer duurzame landbouw. Herr de Mesmaeker. Herr Tarabella möchte eine blaue Karte fragen. Sind Sie einverstanden? Mein guter Freund, Herr Tarabella, sicher und fast. Ja, bitte schön, Herr Tarabella. Vielen Dank. Monsieur de Mesmaeker, je viens de vous entendre dire que vous souteniez pleinement les recommandations de la Commission. Or, vous faites partie au Parlement européen du même groupe que Mme Intyre. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous expliquez que vous êtes pour les conclusions de cette commission, et vous partagez aussi, je dirais, les conclusions de Mme McIntyre.